Hallo, er komt op zondag 20 mei van 1 tot 6 een groot buurtfeest in de Kolenkitbuurt. En dit doen we om te vieren dat de eerste nieuwbouwstraat af is. De Kolenkitbuurt stond eerst bekend als een hele slechte wijk, zelfs de slechtste wijk van Nederland. We snappen zelf niet echt waarom. We hebben het erg naar ons zin en we willen het eigenlijk wel met een leuk feest vieren. Het wordt een heel groot feest, georganiseerd door de bewoners zelf. Er is onder andere een podium, daar komt Circus Elleboog met een groot optreden. De plaatselijke kickboksschool die geeft een demonstratie van sportschool Vathorst. Er komt nog een Turks koor. Er is een groot kindergedeelte met bijvoorbeeld een workshop van Circus Elleboog en een luchtkussen. En er zijn allerlei spelletjes te doen voor kinderen. Er is ook een hele grote kunstmarkt, een craftymarkt heet dat. Met allerlei ontwerpers en kunstenaars die daar hun spullen presenteren. Allerlei hartstikke leuke dingen. En er komt een hele grote foodmarkt. Dat zijn allerlei kramen. En die worden allemaal bemand door mensen uit de buurt. En die mensen presenteren specifieke gerechten vanuit hun cultuur, vanuit hun land, die ze dus zelf maken. Wij zoeken voor deze dag nog vrijwilligers om te helpen, bijvoorbeeld bij de kinderactiviteiten of bij het opbouwen of afbreken van het feest. U kunt zich daarvoor aanmelden op info@kolenkit.info. En het feest wordt gehouden op de Leeuwendalersweg tussen de Bos- en Lommerweg. En de Erasmusgracht, dat is naast de metrohalte de Vluchtlaan. We hopen u allemaal te zien. Neem vrienden en familie mee, want iedereen is welkom.